Ook vandaag hadden we in Nederland weer te maken met veel bewolking. En met een westelijke aanvoer kun je er gevoelig van uitgaan dat die bewolking ook voorlopig de overhand blijft houden. De bewolking is soms zo dik dat er ook een klein beetje motregen valt, maar echt veel neerslag wordt er niet verwacht. Vanavond hier en daar dus wat gespetter. Over het algemeen is het bewolkt. Temperaturen blijven behoorlijk hoog en dalen langzaam tot iets onder de 10 graden. Vannacht zakt het kwik nog wat verder, koelt het af naar 7 tot 8 graden. En alleen vlak langs de kust is het zachter. Het weerbeeld blijft ook vannacht bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. In het zuiden van het land is het vaker droog, wind zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen ook een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. In de loop van de dag neemt vooral in het noorden van het land de kans op motregen weer toe, terwijl in het zuidoosten de zon af en toe eventjes door kan breken. Temperaturen liggen zo tussen de 10 en 12 graden. Op een enkele plek als bewolking de overhand houdt is het een graad of 9. Dan gaan we langzaam maar zeker verder kijken in de week. Vrijdag, zaterdag en zondag. Het weerbeeld gaat veranderen, want in de nacht naar vrijdag trekt er een storing over met wat regen. Daarna klaart het voorzichtig op. En vrijdag overdag schijnt dus af en toe de zon. 9 of 10 graden wordt het nog altijd niet al te veel wind uit west tot noordwestelijke richting. De wind die neemt zaterdag toe, en waait het duidelijk wat harder. Het is ook minder zacht, 7 tot 9 graden, en het is een stuk buiger. Tussendoor nog wel af en toe ruimte voor de zon. En ook zondag zien we af en toe zon. Dan hebben de buien weer een minder groot aandeel, maar is het zeker niet droog en wordt het een graad of 9. Komt er dan langzaam maar zeker nog echte winterkou? Nou, daar lijkt het in eerste instantie niet op. Misschien dat de nachten eens een keertje volgende week in de buurt van het vriespunt komen. Maar de kans dat het gewoon zacht blijft is vele malen groter. En het kwik overdag rond of zelfs iets boven de 10 graden. Het is voorlopig aan de zachte kant. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl